Hallo allemaal, welkom weer bij een college vanuit de farmacotherapie van de VU Medisch Centrum. Mijn naam is Erik Donker, ik ben zelf klinisch farmacoloog in opleiding en ben een van de vaste docenten van de sectie farmacotherapie. En vandaag neem ik jullie mee in een college over farmacotherapie bij maagklachten. Nou, waarom over maagklachten eigenlijk? Nou, we weten dat maagklachten, maar ook wel wat verderop in het maag-darmstelsel, dat dat ontzettend vaak voorkomt ten eerste. Maar ook dat deze symptomen of deze klachten voor kunnen komen door andere medicijnen. En sterker nog, dat ook vaak dit de eerste klacht is waardoor mensen in het ziekenhuis worden opgenomen door bijwerkingen of door verkeerd gebruik van geneesmiddelen, zoals je hier kan zien in deze studie die is gedaan. En die gastro-intestinale klachten worden dan vooral veroorzaakt door eigenlijk de bekende geneesmiddelen. Dus de bloedverdunners, maar ook pijnstillers zoals de NSAID's. En ook wel door bijvoorbeeld bloeddrukverlagers als de diuretica. Dus dit toont eigenlijk het belang aan waarom we maagklachten, dat we daar iets over moeten weten. En ook hoe we dat soms kunnen gaan voorkomen, zeker als we bepaalde pijnstillers of antistelping zoals acetylsalicylzuur gaan voorschrijven. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Nou, wat het zijn eigenlijk maagklachten en hoe zit het ook weer anatomisch in elkaar? Hier zie je dat heel schematisch weergegeven. Hè, als we wat eten, gaat het natuurlijk via de slokdarm, via de oesophagus naar de maag toe. En vanuit de maag natuurlijk weer naar de dunne darm en dan dikke darm. En dan uiteindelijk komt het er weer uit. En onder maagklachten kan je natuurlijk verschillende dingen verstaan. Het kan natuurlijk echt een probleem zijn in de maag zelf. Zoals bijvoorbeeld de maagulcus. Maar het kan ook zo zijn dat het maagzuur te veel omhoog gaat richting de slokdarm. Dus eigenlijk de verkeerde richting op gaat. En de slokdarm is niet goed bestendig tegen die zure maaginhoud en dat kan die refluxklachten geven. Dat branderige gevoel, zeker als je wat bijvoorbeeld voorover buigt of ligt. Nou, die refluxklachten en maagklachten die hebben verschillende oorzaken. Een bekende oorzaak is roken. De nicotine die in het roken zit, die ontspant die onderste slokdarm sphincter, hè, dus die overgang van slokdarm naar de maag toe. En als die te veel ontspannen is, dan is er een grotere kans dat die maagzuur omhoog gaat weer die verkeerde richting op. En dat weer dat brandige gevoel geeft. Dus roken is ook zeker een punt van aandacht als we kijken naar de therapie. Hetzelfde geldt voor voeding. Dat kennen we allemaal misschien wel, dat je iets hebt gegeten waardoor je wat last van je maag krijgt. Dat verschilt echt wel per persoon. Maar bekend is wel dat zeker de zure voedingsstoffen en de wat scherpere, de pittige, dat die vaker maagklachten kunnen geven. En ook alcohol is natuurlijk een hele bekende daarin. Dus ook hierin zit weer een niet-medicamenteus advies wat we aan de patiënt kunnen meegeven. Nou, als het wat ernstiger is, dan kan het natuurlijk een ulcus zijn in de maag zelf. En het kan ook verschillende oorzaken hebben. En degene die ik vandaag in dit college ga behandelen, zijn de ulcers die veroorzaakt worden door geneesmiddelen. Dus de salicylaten of de NSAID's. Of die veroorzaakt zijn door een bacterie, namelijk de Helicobacter pylori. Want hoe zit dat nou eigenlijk? Hoe ontstaat er nou zo'n ulcus? Hier zie je een voorbeeldje van een ulcus of van een afte in de mond. Die kan natuurlijk ook gewoon in de maag zitten. En hoe ontstaat dat? Nou, dat gebeurt eigenlijk doordat in de maag heb je natuurlijk het maagzuur. En de maagcellen, de parietaalcellen en de epitheelcellen, die kunnen eigenlijk niet goed tegen die zure omgeving. Dus tussen die maag cellen en in de zure inhoud zit er een beschermende mucuslaag, een slijmlaag. En die zorgt ervoor dat het allemaal wat geneutraliseerd wordt. Nou kan het natuurlijk zo zijn dat die slijmlaag, of die mucuslaag, dat die kapot gaat door een of andere reden, waardoor dat zuur, maar ook bepaalde enzymen, waaronder pepsine, de maagcellen kunnen gaan kapot maken.
Nou, en je kan je wel voorstellen dat als dat gebeurt, als dat eenmaal kapot is, dat dat dan ook wel moeilijk gaat genezen. Je moet je voorstellen, als je op een wond bijvoorbeeld in je arm de hele dag zuur overheen gooit, ja, dan gaat dat natuurlijk ook minder snel genezen dan als je dat niet doet. Dus hè, die maagulcera, die hebben gewoon de neiging om slecht te genezen en dus ook lang klachten te geven. Nou, en hier zie je nog eens de meest voorkomende oorzaken, die bacterie, de Helicobacter pylori en NSAID's. Nou, hoe doet zo'n bacterie dat nou eigenlijk? Nou, die Helicobacter pylori die kan in de maag terechtkomen en die nestelt zich in die beschermende mucuslaag, die dus de maagcellen, de epiteelcellen moet beschermen van die zure inhoud. En die bacterie die kan bepaalde enzymen produceren die beschermlaag, die mucuslaag, afbreekt. En dus kapot maakt, waardoor, zoals je hier op afbeelding 4 kan zien, waardoor die zure maaginhoud met die pepsines, die enzymen, bij de epiteelcellen terechtkomen en daar schade kan aanbrengen. Wat uiteindelijk leidt tot ontsteking en ook mogelijk tot celdood. En dan krijg je dus echt zo'n ulcus. Nou, zo'n Helicobacter pylori, nou, die komt niet overal evenveel voor. We zien dat in Azië dat het redelijk vaak voorkomt, maar ook wat dichter bij huis. Dus rond dat Middellandse Zeegebied zien we dat gewoon wat vaker voorkomen dan echt in Nederland zelf. Nou, dat was even een stukje als achtergrond. Dan gaan we nu kijken naar hoe we dat nou goed kunnen behandelen. En daar heeft de NAG een heel mooi stroomschema voor opgesteld. Voor als iemand komt met maagklachten. Nou, die maagklachten, gelukkig is het vaak gewoon iets onschuldigs. Komt veel voor. Dus dat is even als achtergrond. En als zo iemand dan eigenlijk bij je komt, wil je natuurlijk in eerste instantie weten. Speelt daar nou iets waardoor ik me nu zorgen ga maken en waardoor ik iemand moet gaan verwijzen voor bijvoorbeeld een gastroscopie? Nou, wat zijn dan van die alarmsymptomen? Daar kan je misschien zelf ook even kort over nadenken. Dan druk je nu even op pauze. En als je dat nu dan even hebt gedaan, dan bespreken we nu die alarmsymptomen. Belangrijker zijn, hè, dat je bloed braakt of zwarte ontlasting hebt door bloed. Dat kan namelijk een teken zijn van een bloedend ulcus in de maag. Als iemand echt aanhoudend braak heeft, dagen achter elkaar, wat niet overgaat, en daarbij misschien ook nog eens passage heeft, voedselpassage. Dat is vaak een slecht teken. Hè. Voedselpassage kan ook wijzen op bijvoorbeeld een tumor. Ongewild gewichtsverlies kan natuurlijk twee kanten, twee dingen betekenen. Eén. Door die maagklachten eet iemand misschien gewoon niet meer, of er zit iets van een maligniteit onder waardoor iemand gewichtsverlies heeft. Nou, de anemie toont natuurlijk aan dat er iets van een bloeding aanwezig is. Als iemand ooit een maagbandje heeft gekregen om af te vallen, kan dat natuurlijk dat daar iets mee aan de hand is. En waar we altijd moeten opletten is er geen ulcus dat geperforeerd is. Wat natuurlijk ook levensgevaarlijk kan zijn. En dat betekent daarvan is dat iemand echt geprikkeld is. Ernstige pijn heeft, vaak acuut en daarbij ook koorts ontwikkelt. Nou, en dan even afhankelijk hoe de patiënt er dan verder bij zit, zegt iets over de haast die je hebt. Is iemand nou circulatoire instabiel of je denkt echt dat er een paar perforaties is? Nou, dan moet iemand direct gezien worden. Daar moet ook gelijk naar gehandeld gaan worden, dan natuurlijk. En bij een aantal andere symptomen, alarmsymptomen, heb je iets meer tijd om die gastroscopie te gaan uitvoeren. Gelukkig is dit echt lang niet altijd zo het geval. En dan kunnen we gelukkig het alarmsymptomen wegvinken. En dan de volgende vraag die je moet afstellen is: zijn er bepaalde medicijnen zoals NSAID's in het spel die mogelijk deze maagklachten kunnen veroorzaken? Puur omdat we dat gewoon ontzettend vaak zien. En als voorschrijver heb je niet altijd zicht of de patiënt NSAID's gebruikt, omdat we die natuurlijk gewoon ja, bij de drogisterij of bij de supermarkt kunnen halen. Nou, is dit het geval? Dan hebben we eigenlijk twee opties, redelijk simpel. Eén, is die NSAID wel geïndiceerd? Zeker als patiënten die gewoon zelf kopen, hebben ze misschien paracetamol nog niet geprobeerd. En dat zou natuurlijk zonde zijn. Dus dan kan je zeggen, nou, stop die NSAID en probeer eerst eens de paracetamol voor de pijn die de patiënt op dat moment heeft.
en zeggen van, nou ja, die NSAID is wel echt geïndiceerd, die moet de patiënt hebben, dan kan je natuurlijk ook nog een maagbeschermer erbij geven. En daar sta ik zo meteen wat langer bij stil. Dus daar komen we zo op terug. Nou, ook dit gebeurt lang niet altijd. En dan ga je kijken, is dit de eerste episode dat de patiënt dit heeft? En als dat het geval is, dan gaan we door naar het stepped care model. We geven natuurlijk niet medicamenteuze adviezen en we hebben een stepped care model. Nou, wat voor niet-medicamenteuze adviezen kunnen we dan geven? Nou, die zitten met name op het vlak van, wat doe je bij refluxklachten of dyspepsie? Waar we ook al even bij stil hebben gestaan, is het stoppen met roken. Roken ontspant die onderste slokdarmsfincter, waardoor dat maagzuur makkelijker omhoog gaat. Alcohol kan natuurlijk maagklachten geven, zoals we net hebben besproken. En zoals we net eigenlijk ook hebben besproken, is dat je bepaalde voedingsmiddelen wil gaan vermijden. En daarbij is altijd goed om te vragen naar hoe de patiënt het zelf ervaart. Het kan zijn dat de ene patiënt altijd last krijgt van koffie, de andere misschien helemaal niet. Maar die heeft juist weer last als die bepaalde zure dranken aan het drinken is. Dus dat is patiënten eigenlijk persoonlijk. Nou, daarnaast wil je natuurlijk eigenlijk het liefst dat de patiënt dat gaat afvallen. We weten, als je een dikke buik hebt, dan zit daar natuurlijk veel druk in dat abdomen. En als daar veel druk is, kan je natuurlijk ook voorstellen dat dat misschien ook wat meer voor reflux kan gaan zorgen. Dus afvallen is een belangrijke. Hoest iemand veel, dan wil je daar eigenlijk het liefst iets tegen gaan doen. Ja, en dan staat daar nog zwangerschap. Nou, daar doe je natuurlijk niks aan. Je gaat niet de zwangerschap afbreken vanwege maagklachten. Maar het komt wel ontzettend vaak bij voor. Dus dat is goed om te weten. En als iemand nachtelijke reflux heeft, hè, wat ik net ook al zei, als je bijvoorbeeld ligt of bukt, dan heb je gewoon, nou ja, de zwaartekracht werkt dan wat minder mee. Dan kan je nog adviseren om onder bijvoorbeeld 2 kussens te slapen. Of om het bed op een andere manier iets omhoog te doen bij het hoofdeinde, zodat... Nou, dat je de zwaartekracht weer wat laat helpen. Nou, medicamenteus hebben dan ook een aantal stappen die we kunnen zetten. We noemen dat de stepped care. Dus we bouwen het op. We beginnen bij een antacidum. Dan gaan we door naar de H2-receptorantagonist en dan de PPI's. En dan dat Helicobacter pylori verhaal. Daar kom ik zo meteen op terug. Hier zien we even schematisch een stukje van de maag weergeven met de epiteelcellen, de parietaalcellen. Hier is de binnenkant van de maag, hè, waar het zuur zit, de maagzuur, de maaginhoud. En hier zien we weer die beschermlaag, die mucuslaag. En je ziet al dat allerlei receptoren en processen een rol spelen in de productie van dat zuur, dat H+. En daar kunnen we dus ook allemaal op aangrijpen. Dat zien we hier weergeven. En ik zal er een aantal hiervan nu stap voor stap gaan bespreken. Dat zijn de antacida, de H2-receptorblokkers en de PPI's en even kort de prostaglandine-analoga. Wat je in deze afbeelding ook kan zien, is hoe dus een NSAID een maagulcus kan veroorzaken. Wat je hier namelijk ziet, is dat die epiteelcel, die is verantwoordelijk voor... Hè, voor productie van die beschermende mucuslaag, bestaande uit onder andere bicarbonaat, dat, hè, dat neutraliseert. En je ziet dat die aanmaak van die mucuslaag, die wordt gestimuleerd door prostaglandine, hè, PGE2. Dus je kan je voorstellen dat als wij een NSAID geven, NSAID's die remmen de productie van die prostaglandines, dat die mucuslaag minder goed wordt aangemaakt en dat je dus sneller maagklachten kan krijgen. En sterker nog, op een gegeven moment een ulcus kan krijgen als die mucuslaag echt kapot gaat. Beetje hetzelfde als wat je zag bij die afbeelding over de Helicobacter pylori. Nou, dan de antacida. Dat zijn middelen die lokaal werken. En die nemen dus oraal in, komen in de maag terecht. En wat ze daar doen is dat ze het maagzuur neutraliseren. Dus die werken ook direct in de maag. Kan je dus ook niet intraveneus of iets dergelijks geven. Want ja, ze moeten gewoon in de maag zitten om hun werking te hebben. En ze werken dus ook snel. Het kan wel zo zijn dat als ze even uitgewerkt zijn, dat je dan een rebound effect krijgt. Dat je daar dus wat extra klachten van gaat krijgen.
En wat we vaak zien bij deze antacida, dat zijn over het algemeen zouten, dus bijvoorbeeld magnesiumhydroxide of aluminiumhydroxide. Wat je vaak ziet is dat ze ook wel wat interacties hebben met bepaalde geneesmiddelen. Een bekende interactie is met de tetracyclines en ook wel de fluoroquinolonen. Daar hebben we het wel eens tijdens andere practica over gehad, hè, dat die zouten kunnen daar een complexe mee vormen met die antibiotica, waardoor de absorptie van die antibiotica sterk omlaag gaat. En waar we rekening mee moeten houden, dat is eigenlijk bij al deze middelen die invloed hebben op de zuurgraad in de maag, is dat sommige geneesmiddelen daardoor minder worden geabsorbeerd. Want sommige middelen hebben gewoon eenmaal een zure omgeving nodig om goed opgenomen te worden. Dus die interactie geldt eigenlijk voor al die middelen die ik zo nog ga bespreken. Wat we dan vaak zien is dat we deze zouten combineren. En dat heeft er eigenlijk mee te maken met dat deze middelen bijwerkingen geven. En die kunnen we elkaar laten opheffen. Dus zo bijvoorbeeld aluminiumhydroxide, dat geeft vaak obstipatie. Nou, magnesiumhydroxide geeft juist vaak wat diarree. Nou, als je die dan combineert, dan hoop je die bijwerking op te heffen, waardoor een patiënt uiteindelijk geen klachten heeft. Dus dat is de reden waarom je het vaak gecombineerd ziet. Nou, dan de H2-receptorantagonisten. Je ziet al, die werken juist vanuit de bloedbaan, dus die kunnen oraal ingenomen worden, zouden eventueel ook nog op andere manieren toegediend kunnen worden. En die moeten echt eerst opgenomen worden in de bloedbaan. En dan werken ze vanuit daar en die zorgen er uiteindelijk voor, doordat ze die histamine 2 receptor blokkeren, dat er uiteindelijk minder zuur geproduceerd gaat worden. Nou, dit zijn middelen, bijvoorbeeld famotidine of cimetidine, die wat langer werken dan die antacida. En best goed die zuurproductie kunnen remmen. Nadeel is wel, en dat is eigenlijk met name voor die cimetidine, is dat ze wel een hoop interacties hebben met andere geneesmiddelen, omdat ze invloed hebben op bepaalde CYP-enzymen. En wat ook wel interessant is, is dat vroeger gaven we altijd ranitidine. Alleen ranitidine is inmiddels uit de markt gehaald, omdat daar een stofje in zat wat kanker zou kunnen geven of kankerverwekkend zou zijn. Dus daarom zien we ranitidine tegenwoordig niet meer terug en wordt eigenlijk famotidine als eerste voorgeschreven aan de patiënten. Nou, dan tot slot hebben we de PPI's. Ontzettend bekend, ontzettend veel voorgeschreven, met name in het ziekenhuis. Soms ook onterecht, maar daar komen we zo meteen nog even op terug. En wat die PPI's doen, is dat zij die H+, K+, ATPase pomp stilleggen, waardoor je zuur gewoon niet meer wordt geproduceerd door die cellen. Nou, er zit een klein beetje een vertekend beeld. Het lijkt net alsof die PPI's, net als de antacida, vanuit de maag werken. Dat is niet zo. Dus die PPI's moeten eerst de maag gepasseerd zijn, daar worden opgenomen, dan volgens de bloedbaan ingekomen zijn en dan werken ze vanuit die kant op die H+K+ ATPase pomp. Dus ook deze middelen geven gewoon intraveneus, want dan werken ze ook hartstikke goed. Maar in principe geven ze natuurlijk wel gewoon oraal. Nou, ze zijn ontzettend krachtig. Werken ook een stuk langer dan die andere twee middelen, zo ruim 24 uur. En daarom zijn ze ook zo geliefd, omdat ze gewoon ontzettend goed werken. Nou, en ook deze middelen, de PPI's, hebben wel interacties met middelen die dus een zuuromgeving nodig hebben. En hier zie je nog even een voorbeeld staan, bijvoorbeeld ijzer. Ander bekend voorbeeld is je levothyroxine die we geven bij schildklierproblematiek. Nou, dan tot slot zag je net nog even de prostaglandine-analogen staan. Dat benoemde ik ook even. Een voorbeeld daarvan is de misoprostol. Dat zijn middelen die ooit bedacht zijn om te combineren met bijvoorbeeld NSAID's. Om in ieder geval die mucuslaag goed aan te laten maken. Maar die kent eigenlijk geen plaats in de richtlijn. En wordt daarom ook eigenlijk niet meer voorgeschreven voor deze indicatie. Overigens wel voor wat andere indicaties, maar dat valt buiten dit college. Nou,
Dat is dus een stepped care. Dus we kijken eerst, van, is het de eerste episode, ja of nee? Ja, nou, dan geven we niet-medicamenteuze adviezen. En kunnen we vervolgens naar antacidum gaan. Werkt dat niet na bijvoorbeeld een paar weken, dan gaan we door naar een H2-receptorantagonist. Hier staat trouwens ranitidine, maar dat schrijven we dus niet meer voor. Dat wordt famotidine. En vervolgens kunnen we doorgaan naar een PPI in een standaard dosering. Bijvoorbeeld eenmaldaags omeprazol 20 milligram. En die laatste zin is eigenlijk wel ontzettend belangrijk. Waarom werken we volgens deze stepped care? Ik zei net, ja, die PPI's werken ontzettend krachtig. Maar die PPI's hebben ook echt wel wat nadelen. Zeker als dat chronisch gebruikt wordt. Zijn ze geassocieerd met meer infecties. Zowel gastrointestinaal als pulmonaal. Want, die zure omgeving hebben we natuurlijk niet voor niets. Dat is ook gewoon een barrière voor micro-organismen. En we zien daar ook echt wel wat deficienties in. Dus het magnesium kan verlaagd raken. Vitamine B12 kan verlaagd raken. Het is geassocieerd met osteoporose. En ook zelfs wat nierfunctiestoornissen. Dus met name op de lange termijn zijn die PPI's gewoon niet gunstig. Als het gewoon ook had behandeld kunnen worden met bijvoorbeeld een RENI of een H2-receptorantagonist. Nou, dan waren we dus bij deze stap geëindigd. Nou, het kan vervolgens zo zijn dat dat uiteindelijk niet voldoende werkt. Dat die klachten dus persisteren langer dan 2 tot 3 maanden. Of dat iemand niet met een eerste episode kwam, maar echt binnen een jaar alweer een recidief had gehad. Nou, en dan zou het heel goed kunnen zijn dat de patiënt een ulcus heeft. Nou, dan gaat die tabel of die schoonschema gaat dan door. Als je zo'n verdenking hebt, of als dit dus voor zich voorvalt, persisterende klachten of een recidief binnen een jaar, dan gaan we kijken, zit daar zo'n Helicobacter pylori? En dat kunnen we testen. Kunnen we op meerdere manieren doen. We kunnen natuurlijk met de gastroscopie naar binnen. Maar als daar geen indicatie voor is, dan kan je het veel beter met bijvoorbeeld de Fetsis-test doen. Dus in de ontlasting testen. Dat is natuurlijk veel makkelijker voor de patiënt en vele malen goedkoper. Een andere optie is nog de ademtest, maar die wordt eigenlijk veel minder vaak gedaan. Omdat het iets minder praktisch is en een stukje duurder is dan de Fetsis-test. Nou, dan kan het zo zijn dat die positief is. En dan wil je gewoon die hele Helicobacter pylori kwijt. Die moet daaruit. En dat moeten we met antibiotica doen. Dus bacteriën behandelen met antibiotica. En daar hebben we een aantal opties voor. Allereerst, als we antibiotica gaan geven voor die Helicobacter pylori, geven we een combinatietherapie. Dat zie je hier ook staan. We geven amoxicilline, dus een penicillinesoort, in combinatie met de claritomycine. En dat doen we omdat we weten dat als je met één middel dit behandelt, dat die eradicatie gewoon vaak niet lukt. Het is een hardnekkige bacterie in die zin. Dus vandaar dat we altijd met twee middelen gaan combineren. En daarnaast geef je ook een protonpompremmer. Dus dan geven we wel die PPI, want we moeten gewoon echt even krachtig die maagzuurproductie gaan remmen. Omdat, hè, wat ik zei, zo'n ulcus dat geneest gewoon slecht door dat zuur onder andere. Dus we willen dat zuur gewoon echt weg hebben daar. Althans, flink geremd hebben, zodat dat wondje of die wond goed kan genezen. Dus dat geven we dan ook in 2 maal daags de standaard dosering. Dus een hogere dosering dan als iemand gewoon wat maagklachten heeft bij een eerste episode. Vandaar dat het dus de trippeltherapie heet. 7 dagen geven we 3 middelen. Ben je nou allergisch voor of die amoxicilline of die clarithromycine, dan kan je een van die twee vervangen voor metronidazol. En dan geef je alsnog gewoon ook de PPI erbij. Nou, dat duurt 7 dagen. Dus dat heb ik hier even weergegeven als eradicatie Helicobacter pylori. En omdat zo'n ulcus dus slecht geneest, moeten we het ook nog 4 weken nabehandelen met een PPI. Dus dan kom je eigenlijk uit op 5 weken behandeling van zo'n Helicobacter pylori veroorzaakte ulcus. En wat dan daar interessant aan is, is dat de keuze van PPI is de esomeprazol of de rabeprazol.
En daar zit een bepaald verhaal achter. Dit is sinds een paar maanden tot een jaar is dit veranderd in de richtlijn. Voorheen gaven we altijd de omeprazol of de pantoprazol. Die waren goedkoop en werkten op zich prima. Maar in studies is het toch aangetoond dat die esomeprazol en die rabeprazol wat stabielere spiegels geven in het bloed. En ook stabieler de zuurtegraad omlaag brengen. Dus bij die 2 maal dagen standaarddosering esomeprazol of rabeprazol ben je er zeker van dat dat gewoon goede maagzuurremming geeft. En hoe komt het nou dat zij stabieler zijn? Dat komt omdat zij minder worden afgebroken door CYP2C19. En daar zit gewoon best wel wat verschillen tussen personen in hoe goed of hoe sterk die CYP2C19 werkt. En zij zijn daar minder afhankelijk van, dus die genetische verschillen tussen personen hebben daar minder invloed op. Vandaar dat we nu zeggen, bij een ulcus moet je altijd of de esomeprazol kiezen of de rabeprazol kiezen. Terwijl bij gewone maagklachten mag je ook gewoon de omeprazol of de pantoprazol voorschrijven. Nou zie ik dat dit hier even niet goed staat. Tenzij aangetomoscopie, dan reescopie. Dat moet natuurlijk hieronder staan bij controle eradicatie. Namelijk, je wil op een gegeven moment ook weten, is die hele Helicobacter pylori echt weg? Waarom willen we dat nou ook zo zeker weten? Omdat Helicobacter pylori ook geassocieerd is met maagcarcinomen. Dus we willen wel zeker weten dat die verdwenen is. En dan hangt het een beetje af van hoe we die Helicobacter pylori hebben aangetoond. Ja, wat ik net zei, je hebt verschillende opties om zo'n Helicobacter pylori aan te tonen. Dat kan via een scopie, maar ook de FACES-test of de ademtest. En afhankelijk van wat je in eerste instantie hebt gedaan, bepaalt ook hoe je het vervolgens gaat aantonen dat het weg is. Heb je een ademtest of een FACES-test, in principe gewoon die FACES-test, ik zei dat dat de voorkeur had. Heb je een FACES-test gedaan en die was positief, dan mag je ook weer met een FACES-test aantonen dat de Helicobacter pylori weg is. Heb je bedacht, ik wil toch een scopie doen bij deze patiënt, omdat je toch vermoedt, nou, misschien is er een kans op een maligniteit bijvoorbeeld, omdat er toch een alarmsymptoom toch nog aanwezig was. En je hebt met een scopie aangetoond dat er een ulcus zit en een Helicobacter pylori, dan wil je ook met een scopie aantonen dat die ulcus verdwenen is en dat de Helicobacter pylori verdwenen is. En waarom? Nou, als je met scopie een ulcus hebt gezien, dan wil je ook zeker weten dat het ulcus weg is en dat het niet bijvoorbeeld ook nog stiekem een maligniteit was of dat daaronder nog een maligniteit zat. Dus daarom zeggen we altijd, met scopie moet je ook aantonen dat het weer verdwenen is. Dus ja, dan ga je weer die maag in en dat doe je dan ongeveer 7 of eigenlijk 8 weken begin van die therapie. Hè? Want we zitten op 1 week. Plus 4 is 5 weken, 2 weken wachten, 7 weken, 8 weken. Dan ga je die maag in en dan ga je kijken hoe dat eruit ziet. Ziet die maag er nou helemaal perfect uit, dan ga je niks doen in die maag. Dan haal je de slang er gewoon weer uit en dan laat je de patiënt alsnog een FACES-test doen. Waarom? Kijk, als je die maag ingaat en je ziet helemaal niks en je gaat alleen maar hapjes eruit nemen, oftewel biopten, puur en alleen voor de eradicatietest, die dan de patholoog moet gaan uitvoeren, dat kost ontzettend veel geld. Dus je kan je voorstellen dat zo'n FACES-test een stuk goedkoper is dan dat de patholoog naar moet gaan kijken. Dus als die maag helemaal schoon is bij die reescopie, dan hoef je niet per se hapjes te nemen, maar dan moet de patiënt gewoon weer een FACES-test doen. Is die maag niet helemaal schoon, dus is hier nog steeds of iets van een ulcer of wat dan ook, ja, dan ga je natuurlijk weer opnieuw biopten aannemen om te kijken wat is het nou eigenlijk, is het toch een maligniteit? En dan kan je ook gewoon even erbij vragen of de patholoog wil kijken of het een Helicobacter pylori is. Dus afhankelijk van hoe je het hebt aangetoond, moet je ook weer aantonen dat het weg is. Nou, en is dat weg, dan ben je er hartstikke blij mee. Dan is die dus weer negatief. En dan wil je die zuurremming afgebouwd hebben. Nou, eigenlijk heb je dat al afgebouwd, hè. Want als je 4 weken nabehandelt, dan stop je daarna. Heb je 2 weken geen therapie en dan doe je die testen. Als het afbouwen nou niet lukt met die PPI, ja, dan zijn die testen ook niet helemaal handig. Want die testen zijn minder betrouwbaar als iemand een PPI heeft gekregen.
Dus dat is dan ook wel een teken dat er misschien nog iets speelt. En dat is dan misschien weer een teken voor een scopie. Nou goed, was die Helicobacter pylori in eerste instantie negatief, hè, bij die persisterende krachten of die recidiverende klachten? Ja, dan is het best gek. Dan ga je gewoon even afbouwen met die zuurremmen die de patiënt al had gekregen. En dan ga je kijken, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Blijven die klachten? Zo ja, dan moet je misschien toch gewoon een keer die maag in. En we willen die zuurremming gewoon niet levenslang gaan geven om die redenen die ik net vertelde van die PPIM. Dus risico op infecties, osteoporose, nierfunctieverlies en deficienties in onder andere vitamine B12 of magnesium. Nou, dus wat is hier nou het belangrijkste aan in wat ik net allemaal heb verteld is het volgende. Bij een eerste episode maagklachten kunnen we gewoon zuurremmende medicatie geven. Vaak lost het daar goed mee op en dat doen we volgens het step care model. Oftewel, we beginnen met een antacidum, dan de H2 receptor antagonist en dan pas de PPI. Omdat we die PPI gewoon niet chronisch willen gebruiken vanwege die mogelijk of potentieel ernstige bijwerkingen, zeker op lange termijn. En we willen natuurlijk altijd weten, wat is nou de oorzaak van die maagklachten? Dus wil weten, gebruikt iemand een NSAID ja of nee? Want daar valt simpel iets aan te doen. En bij persisterende klachten of recidiverende klachten, dan pas gaan we echt die Helicobacter pylori diagnostiek doen. En kunnen we die trippeltherapie geven. Trippeltherapie van 7 dagen, met daarbij 4 weken nabehandelen met een PPI en enkele dagdosering. En dan daarna weer hertesten, afhankelijk van hoe je het hebt aangetoond. Nou, dan is natuurlijk de vraag, hoe kunnen we dit nou voorkomen? En zeker, hoe kunnen we voorkomen dat als iemand een NSAID gebruikt, wat natuurlijk ontzettend vaak gebeurt, dat zij een ulcus gaan krijgen? Nou, die pathofysiologie hebben we eigenlijk al besproken. Hè? Dus het probleem is dat die slijmlaag, die mucuslaag, onvoldoende wordt aangemaakt door NSAID's. En dat daardoor dat zuur de epiteelcellen kapot maakt. En ik liet al zien dat prostaglandine betrokken zijn bij de aanmaak van die maagmucuslaag. En de ene NSAID remt dat net even wat meer dan de andere. Want wat weten we? We weten dat die prostaglandine die betrokken zijn bij de opbouw van de maagslijmvlies, dat die met name worden aangemaakt door COX-1, zoals je hier in de afbeelding kan zien. COX-2 heeft daar eigenlijk niet zo heel veel invloed op. En wat we weten, dit zijn de 3 klassieke atypische NSAID's, dus de naproxen, ibuprofen, diclofenac, die werken op zowel COX-1 als COX-2, maar we weten dat naproxen net even meer op COX-1 werkt dan op COX-2, en diclofenac eigenlijk het tegenovergestelde, en ibuprofen staat daar mooi in het midden. Dus wat je hierop zou kunnen bedenken is dat als naproxen meer maagklachten geeft, want die remt die maagbescherming, dan diclofenac. Aan de andere zijde kan je hier ook weer inzien dat diclofenac mogelijk wat meer hart- en vaatziekte geeft, omdat de trombocytaggregatie wat meer daarop hol geslagen kan worden, wat kan leiden tot stolsels. Maar ook diclofenac kan gewoon maagklachten geven. Maar dit is theoretisch, als iemand ooit al wat last van de maag heeft gehad en je gaat een NSAID voorschrijven, dan kies je misschien toch liever voor de diclofenac dan voor de naproxen bijvoorbeeld. Nou, en dan heeft de NAD prachtige adviezen over wanneer je nou een PPI moet geven. Want dat is eigenlijk de enige middel die we kunnen geven als echt bescherming voor een maagulcus bij NSAID's. En dat is bij alle 70-plussers die een NSAID krijgen, moeten we de PPI erbij voorschrijven. Of als iemand ooit een keer echt wel iets van maagklachten heeft gehad. Of als de patiënt 2 van de volgende factoren heeft. Wat eigenlijk neerkomt dat alle 60-plussers met bepaalde co-medicatie een NSAID moet krijgen. Of iemand met een hoge dosering en hartfalen moeten ook een PPI krijgen. Nou, wat zijn nou die co-medicatie die het risico op maagcomplicaties verhogen? Dat staat zometeen in de volgende dia.
De vorige site ging over de klassieke NSAID's, dus die naproxen, ibuprofen, diclofenac. De acetylsalicylzuur, dus die salicylaten, die hebben ook geven ook een hoog risico op een maagulcus. Omdat acetylsalicylzuur ook dat COX remt. Hè? Alleen dan zien we dat de leeftijden wat verschuiven. Dus hè, bij 80 plus en een ascal, dan pas hoef je een PPI voor te schrijven. Of 70 plus met die co-medicatie, dan pas hoef je een PPI voor te schrijven. Dus ascal zijn we wat minder streng dan bij de normale NSAID's. Nou, wat zijn dan die co-medicaties? Staan hier onder andere op een rijtje. De vitamine K antagonisten, maar ook de DOAX, die staat hier trouwens niet in, maar DOAX zou er ook zeker bij. Nou, de clopidogrel als bloedverdunnen. Ascal, ja, is natuurlijk wel eentje. Dus als je een NSAID met ascal gaat combineren, nou, dan zit je al redelijk snel op een PPI erbij. Dan heb je vooral één van die twee. SSRI's, dus serotonine heropname remmers, die kennen we natuurlijk vanuit de psychiatrie. Dat zijn antidepressiva. Maar ook die kunnen de bloedingsneiging wat vergroten. We weten dat de bloedplaatjes serotonine nodig hebben om te functioneren. Dus die moeten het ook kunnen opnemen, want ze kunnen het niet zelf produceren. Nou, als dat wordt geremd, nou, dan werken ze gewoon minder goed. Spironolactone is ook zo'n middel. Dat is een kaliumsparend diureticum. Ja, we weten dat als je spironolactone geeft, dat de wondgenezing wat kan vertragen. Dus als daar een ulcus ontstaat door een NSAID bijvoorbeeld, dan ja, gaat het nog trager genezen. En corticosteroïden. Want hoe zit dat ook weer? Ook corticosteroïden kunnen prostaglandines functioneren, maar doen dat iets minder sterk. Te weten, vanuit argidonzuur worden die prostaglandines gemaakt. En tromboxane, prostacyclines. En dat wordt geremd door de COX, hè, dus door die NSAID's. Maar we weten dat die argidonzuur, die worden weer gemaakt vanuit fosfolipiden. En die omzetting van fosfolipiden naar argidonzuur, ja, daar hebben steroïden, dus die corticosteroïden, hebben daar invloed op. Dus als je corticosteroïden ingeeft, dan heb je minder snel aanmaak van die prostaglandines. Nou, dan kunnen we hier nog even tot slot even oefenen. Met hem moeten we nou een PPI geven, ja of nee? Dus zet het filmpje even op pauze. Dan kunnen we zo even met elkaar kort doornemen wat de antwoorden zijn op deze vier casussen. Dus zet hem nu even op pauze. En dan ben je er nu waarschijnlijk weer hier terug. Omdat je even deze opdrachten hebt gemaakt voor jezelf. Die eerste is meneer A van 78 jaar met alcoholabuses. Geen maagproblemen in de voorgeschiedenis, maar nu acetylsalicylzuur en metformine. Nou, moet je daar dan een PPI voor gebruiken of bij voorschrijven, ja of nee? Nou, het antwoord is nee. Die man gebruikt alleen acetylsalicylzuur, is onder de 80 jaar en heeft geen andere risicofactoren voor een maagulcus. Dus alcoholabuses valt niet onder de categorie risico maagulcus. Dus de eerste patiënt heeft dat niet nodig. De tweede patiënt, mevrouw B van 70 jaar met diabetes, hartfalen en acetylsalicylzuur en spironolacton, ja, die komt natuurlijk wel in aanmerking voor een PPI. Die patiënt gebruikt acetylsalicylzuur, is onder de 80, maar wel 70 plus met spironolacton. En spironolacton is een van die middelen die het risico op maagproblemen verhoogt. Dus deze patiënt komt in aanmerking voor een PPI. Dan de heer C van 34, een stukje jonger. Die heeft een Addison en een gebroken been met maagproblemen. En die gebruikt nu ibuprofen 3 keer per dag, 600 milligram en hydrocortison in een bepaald schema. Ja, en dan moet je net weten, ibuprofen 3 keer 600 milligram is een hoge dosering. Meestal geven we 400 milligram. Dus we hebben hier te maken met een hoge dosering ibuprofen en een corticosteroïd. Oftewel, we hebben twee factoren die het risico op een maagulcus vergroten. Dus dan maakt de leeftijd ook even niet meer zoveel uit. Oftewel, deze patiënt zou hierbij een PPI moeten krijgen. Nou, dan tot slot mevrouw D van 68 jaar met hypertensie, hypercholesterolemie, coxartrose zonder maagproblemen. Die krijgt ibuprofen 3 keer 400 milligram. Nou,
We weten nu inmiddels, dat is een lage dosering, althans een normale dosering. En deze mevrouw is onder de 70, dus zij komt niet in aanmerking voor een PPI. Nou, hopelijk hebben jullie hier wat aan gehad over dit college over maagklachten. Mochten er nog vragen zijn, voel je niet bezwaard om een e-mail te sturen. En bedankt voor jullie aandacht.